En bovendien heeft hij die nul nog steeds. Blijft hij staan tot einde wedstrijd. Zou historisch zijn. Daar komt Hoogland door de as heen. En dan gebeurt er dit. Het lijkt meer op taekwondo. Er wordt gefloten en er wordt een strafschop gegeven. Lijkt me zwaar bestraft. Bullshit. Zo kun je het ook samenvatten. Maar hij moet dus een strafschop gaan stoppen wanneer hij de nul weet te houden. Roy probeert het nog wel, maar gegeven is gegeven. Daar komt hij. Dit meisje met rug nummer 14 mag het doen. En ja, dat doet ze goed hoor. Weg nul. Telt hij? Ja, hij telt. 1-4. Maar vooral weg de nul voor Knol. Hey, maar je dook wel. Ik dook wel. Je dook wel. En dat was een zwalbe, dat scheelt. En een beetje paardje rijden. En Noah is een creator die hier wel blij mee is. Zo voelt het dus, Enzo. Ja, het is ongelooflijk. Ik hou alles tegen. En dan komt er een zwalbe en ik krijg een panel tegen. Het is toch ongelooflijk. Penalty is moeilijk. Ja, zo mijn, jij kan ze wel beter erin schieten. Ja, dat is wel zeker waar. Het doelpunt gemaakt door Maureen Smink, de beste aan hun kant. Ja, ja. Ik dacht, ga ik naar die kant? Ik denk, nee, ik moet die kant. Ik denk, nee, dan wordt het die kant. En dan ben je twijfel. En toen... Ja, en dan ben je kwijt. Nog één keer dat dramatische moment voor Creators FC en voor Enzo Knol. De strafschop. Een makkelijk gegeven strafschop. En de 1-4. Nog een half uur.